Hi! Nou, daar ben ik weer. Leuk, hè? Ja, ik voel me iets beter. Ik klink nog een beetje verkouden. Ik ben het ook nog steeds. Maar het gaat een stuk beter. Ik voel me niet meer zo beroerd en dat ik niet meer kan ademen. Het is inmiddels een beetje open gegaan, gelukkig. Ik dacht, na al die weken video's over André Hazes achter elkaar. Ik dacht, misschien is het wel eens leuk om eens een keer wat anders te doen, hè? En jullie weten dat ik natuurlijk ontzettend fan ben van ja, de vlogs van Anna Nushin. Fan van het eerste uur. Ze is weer opnieuw begonnen. Het heeft totaal geen zin. Niemand kijkt naar de vlogs. Ik weet dat ik ook met deze video ja, haar weer iets relevanter maak dan dat ze eigenlijk op dit moment is. To be honest. Hè? Maar het is toch, het heeft toch iets vreselijk cringies, wat tevens vermakelijk is voor mij. You know, een soort irritatement. Gewoon hoe irritanter het eigenlijk is, hoe leuker ik het vind. Zo ben ik nou eenmaal. Nou, vandaar dus dat ik vandaag dacht, ik ga een vlogje van haar kijken. En dan ga ik er gewoon op reageren. Het heeft als titel, gewoon een week. Dat je denkt, ik klik nog liever op hele slechte clickbait dan op gewoon een week. Maar oké, we gaan dat gewoon doen. We gaan er gewoon op klikken. Let's go. 00.00, begin vlog. No shit, Sherlock. Oké, daar gaat ie. Hey, waar beginnen we deze week? Ik had vanochtend een meeting bij Riviera Maison, wat heel leuk was. En ik vond het zo bijzonder, want ik heb best wel lang kan vroeger hier niet naar kijken. Het is echt hoe. Ze is nog niet eens begonnen. Hou je in. Je ziet al meteen als ze gaat praten, van er gaat wat komen. Ze gaat wat pretentieus zeggen of zo. En een van de klanten waar we altijd moesten schoonmaken op dat kantoor was Riviera Maison. Dus ik vond het zo gek om daar weer aan te denken. Oh my god. Wie had dat nou gedacht? Begonnen als schoonmaakster en nu zo'n grote ster. En dan Riviera met zo'n... Ik dacht, oh ja, dat is zo weird dat je daar... En dat ik dan nu vanochtend ook echt daar nou, een heel leuke meeting heb gehad. Anyway, reminiscing. Zo'n ster. Oh. Toch iets eraan. Goedemorgen. Ik haat mezelf zo erg dat ik gewoon fucking altijd te laat kom. Altijd. Ik moest bij Bert zijn om 8:30 om mijn haar te feunen. Ik heb het gisteren omhoog gedaan, dus al het ziet er niet uit, dat haar. Het is verschrik. Oh, wie heeft dat nou bedacht? Dat is zo 2014. Oh, wat erg dat ik dit zeg. Want zij hoort toch eigenlijk een soort van hippe meid te zijn, maar... Ik weet niet waarom ze het in haar hoofd heeft gehaald, omdat haar zo, het ziet er gewoon niet uit. Maar goed, anyway. Ik heb dus trouwens bewust deze uitgroei erin gelaten, omdat ik gewoon niet nog meer... God, dit ziet er vreselijk uit. Dat kan niet, nee. Ik moet het wel gewoon even los, wat een hel. Even zo. Hoppa. Ik heb bewust, zeg maar, de uitgroei erin gelaten, want... Ik wil echt niet nog meer fokken met het gezonde haar, wat nu zeg maar hier teruggroeit. Meid. Dus ja, totdat ik echt helemaal terug ga en ik wil nog wel gewoon een beetje spelen, want nu kan het nog. Ja, is het een beetje zo. Ik hou daarvan. Ik hou ervan als het eigenlijk niet klopt en weird is. Ja, nee. Je houdt daar helemaal niet van. Het ziet er gewoon niet uit. Niemand houdt ervan. Jij ook niet. Het is gewoon... je had gewoon een idee. Ik ga dat doen, want dan ben ik... dan val ik op. Dan ben ik bijzonder of zo. Guess what, girl? It's basic. It's a bit basic. Een beetje ongeloofwaardig dat jij dit... dit is allemaal niet de bedoeling dat het er zo uitziet. Twee kleuren door elkaar. En ik denk alleen maar, ja, waarom de fuck niet? En het is maar haar, dus het komt wel weer goed. Maar... de pink is eruit! Nee, het is nu een beetje... Oké, dus dan heb je van het grungy haar en dan ga je het feunen. Het is ook gewoon... het is het gewoon allemaal niet.
als je dat haar hebt, ga je het ook niet als een Gooise moeder feunen, toch? Oh, we zitten bij Balmain. Gelukkig. Even iets high-ends. Lekker als ik nog vroeg ben en er is nog niemand en ik kan een soort van belletjes en alles doen. Zonder dat mensen meeluisteren, want ik vind dat awkward. Deze meid is verre van awkward. Ik zit al 6 minuten te kijken naar een dame die het zeer hoog in de bol heeft. Maar dan gaat acteren dat ze awkward is en zichzelf lelijk vindt. Het is zo'n gespeelde bescheidenheid. Ik word er niet goed van. I'm so excited to be home alone. Niet eens alleen, maar het gaat me meer om... Ik heb gewoon niet veel avonden dat ik thuis ben. Dus ik vind het heel lekker dat ik thuis kan zijn. Ik kan dat heerlijk als vinden. Als ik ben. Zo'n jet set leven. Ik ben echt eigenlijk bijna alleen maar weg. Volgens mij ben je gewoon elke dag thuis. I don't know. Eindstand is dat ik precies niks heb gedaan vanavond. Het is letterlijk 4 uur later en ik heb niks gedaan. Ik heb niks opgeruimd. Ik heb niks boeiends gedaan. Ik heb niks gedaan. Behalve hier zitten. Ik zit hier het lekkerst. In dit hoekje. Dit is leuk als Beyoncé dat zegt. Weet je? Van Queen Bee wil je nog weten van, wat zou ze doen op een vrije avond? Anne Noes, die is gewoon volgens mij elke avond gewoon thuis. Dus ik weet niet. Ja. Yeah. Nee, maar make-up look. Okay. Je wilt het er niet afhalen? Nee, ik vind het leuk. Het is echt heel leuk. Waarom zou dat eigenlijk niet elke dag kunnen? Ja, maar echt, ik zou gewoon zo over straat lopen. Ja, nou, we kunnen testen. Wat ik doe. Maar jij, gaan we samen? Ja. Ja, zeg je ook een mensen? Nee. Oh, ik heb niks Oh, wat cringe! Deze gesprekken ook, echt. Zo'n starstruck meisje die daar dan werkt. En Anna die dan zo net doet alsof ze BFF is met het meisje. Het is nu bijna 7:30, iedereen is weg. Ik heb de hele dag meetings gehad voor... Ja, zo irritant dit als je het niet kan zeggen. Voor een groot project. Mega project. We zijn echt al maanden mee bezig, dus dat... Zorg ervoor dat ik eigenlijk niet zo heel veel kan filmen op dit soort dagen. Vandaag is ook de laatste dag dat ik roze haar ga hebben. Oh, thank god! Wat peach. Wat is het nu? Het is nu al een beetje weer een soort van strawberry. Uitgespuugde bubbelisjes. Oh! Vanmorgen gaat er weer een nieuwe kleur in. Finally, ik zag net iets zoiets bizars op YouTube. Ik zag een filmpje voor... permanente concealer. Ik wist dus echt niet dat dat kon. Ze had het zo druk met meetings. Maar ze zit ook de hele dag op TikTok en rare filmpjes te kijken op YouTube. Oké. Okay. Dan kan je dus permanent gewoon dit stukje een andere kleur geven. Ik probeer nu allemaal andere filmpjes te zoeken. Is er iemand die dit ooit had gehoord en heeft iemand dit ooit gedaan? Ik denk het niet, want ik kan me niet voorstellen dat dat in Nederland überhaupt bestaat. So international of you, Anna, dat je dit hebt ontdekt. Wat maar. Goedemorgen. We zijn in Antwerpen. Het is vroeg vanochtend. En we gaan voor het volgende kleurtje. Ik heb dit dus ooit bedacht omdat ik, dat heb ik al heel vaak gezegd, omdat ik dacht, ja, als ik dan eenmaal licht ben, dan ga ik gewoon lekker experimenteren. En vandaag gaan we voor een soort honey. Ga je naar Antwerpen om je haar te verven? Why? Hm? Dit is dus de laatste keer dat ik echt een beetje lichter ben. Oh, I miss it. Ik vond het heel fijn om echt licht te zijn. Ja, nou, doe maar snel. Is die kwast dus erop. We gaan aan de slag. Heel veel team vandaag ook. Heel groot team. Wauw. Hoe kan je dit uit je strot krijgen ook de hele tijd? Een heel groot team. Allemaal voor mij. Mijn honey glow. Happy new hair. Oh. Meid. Wel net wakker. Maar. Ja, dit is wel een stuk beter. Ik ga wel het lichte missen en ook wel het roze. Maar ik vind dit cool. Ik vind het fijn dat ik het weer een beetje nonchalant kan dragen. Ja. Nu is het helemaal rond, hè? Dus je wou toch heel graag een soort van Kim K lijken. Nou, dat is dit. Toch een beetje Kim K hair. Trouwens koffiethee. Ik denk dat echte koffieliefhebbers draaien zich nu achterom, maar ik hou echt van hele slag. In een graf of wat bedoel je?
Het is zo lekker. Het is een soort van water met een heel klein beetje koffie. Oh, wat zie ik daar. Oh, daar heb jij hem ook weer. Dat is dus niet alleen. Ik heb een hele uitbraak. Natuurlijk heeft Annelies speciaal met Robert Rodenburg afgesproken, zodat ze hem in de thumbnail kan zetten. Van de televisier. Maar laat je gezicht niet zien. Ja, ze hebben een thumbnail nodig. Laat je gezicht zien. Nee, jij hebt geen ballen, ik heb ballen. Ja, nu ga je nooit meer praten. Tot zover. Tot zover het onzekere half uurtje. Ze heeft content nodig. Zeg eens wat boeiends. Wat zal ik vertellen? Nou, het gaat met mij goed. Oh, wat fijn. Bertha gaat ook heel goed. Ik ben nooit echt... Unlike me. Ja. Ja, altijd goed. Nee, dus het gaat eigenlijk goed. Ik kijk de vlog. Hebben ze alles gezien? Nee, ik heb die van Parijs gezien en die eerste. Die tweede heb ik niet gezien. Nee, ik denk het niet. Shit. Heb je allemaal open kaart gezien? Ja, natuurlijk. Wel eerlijk. Die mensen die niet zo windje. Heb je allemaal open kaart gezien? Ja, natuurlijk. Alleen die mensen die niet zo windje. Dus ik skip ik. Oké, nu komt de juice. Daar kijk ik voor sowieso. Ik heb alles denk ik wel gezien, hoor. Ja. Ja, weet je, dat is het ook. Ja, het is. Ze durft het niet aan. Ze durft het niet aan. Ze zit er te diep in. Met haar vinger in zijn reet. Bij hem en bij de BN'ers dus. Ze gaat natuurlijk nooit zeggen wat ze niet heeft gezien. Het een hele saaie vlog is. Ik ga proberen het nog een beetje op te leuken, maar het is volgens mij letterlijk alleen maar dat ik zit of te klagen of dat ik zit te filmen hoe ik ergens zit. Dus I'm sorry for that. Ik moet wel echt zeggen dat ik zoveel plezier heb in het vloggen. Ook al kijkt er echt maar een hele kleine groep. Ik heb daar natuurlijk wel echt een beetje over nagedacht van oh ja, vroeger was het veel meer, bla bla bla. Maar ik ben zo gelukkig nu met de kleine groep die kijkt en daar ben ik zo dankbaar voor, omdat het gewoon ook een stuk positiever is allemaal en... Serieus, waarom is alles wat jij zegt fake? Kan je niet gewoon, weet je? Ik zeg eerlijk hè, als ze nou zou zeggen van, jongens, ik ben dus weer begonnen met vloggen en ik zie gewoon, ja weet je, het is gewoon een zo'n klein percentage van wat het vroeger was. Ik baal ontzettend van, ik had gewoon door moeten pakken, maar weet je, ik vind het nog steeds hartstikke leuk om het wel gewoon te doen. En als je kijkt, dan kijk je en dan ben ik hartstikke blij mee. Dat, probeer eens gewoon wat authentieker gewoon te zeggen wat je echt vindt. Want hier geloof ik gewoon geen moer van. Ik geloof dit niet, want het is nu met het kleine groepje, weet je, het is gewoon zoveel beter dan vroeger. En niemand gelooft dit. Je bent het gewoon weer gaan doen, omdat je geld waarschijnlijk... op is, het loopt allemaal niet echt met die make-up campagnes, weet je. Ja, er zit op een gegeven moment zit er gewoon een houdbaarheidsdatum op. Ja, je kan niet voor eeuwig daarop gaan teren als je niks relevants meer doet. De reden dat ook gewoon niemand meer kijkt is dit, omdat je dit doet. Dit is gewoon niet real. Je hebt wel ergens een soort van bedacht van ik moet wat toegankelijker zijn. En daardoor verzin je zeg maar dat je heel onzeker bent. Dat je jezelf lelijk vindt of dat je affirmations nodig hebt. Dat is allemaal fake. Je moet het menen. Mensen zijn echt gevoelswezens. Die kunnen super makkelijk en snel voelen van is iemand authentiek? Is hetgeen wat ik zie ook hetgeen wat ik voel? Snap je? Gevoel. En ik heb het trouwens wel vaker over zeg maar. Als iets niet qua energie matcht, dan voel ik echt meteen een soort van zeg maar in mezelf. Het heeft ook niet echt zin dat ik dit allemaal zeg, want je hebt gewoon die authenticiteit niet. Nou, hup, door! Ja, dus dat wil ik jullie ervoor bedanken. Mm-hmm. En, eindelijk weer! It's been forever. Masha, waar laat jij je voor lenen? Serieus, dit vind ik echt een afgang. Als ik dit zie... denk ik meteen, oh, Masha heeft ook de content nodig. Hier gaan we weer. Zeg eerlijk, trapt Masha hierin? Of heeft Masha ook de content nodig of zo? Ik zou me echt gewoon misbruikt voelen. Van 2 jaar lang hoor ik niks en ze gaat weer vloggen. En hey, kom, we gaan uit eten. Sorry, maar mij niet bel. Mag jij met je telefoon? Ja? Nee.
Heb je niet meer? Nee. Oh, heerlijk. Heerlijk. Als je denkt, amateur. Dan leuk. Gewoon chill. Hoe erg honger ben je? Heel erg. Half negen, maar jij was wel een trooper. Jij zo, nee, dat is cool. Doe maar. Ik heb een poging gedaan voor dit, maar het is gelukt. Nee. Nou, de kinderen ga ik weer skippen, want Anna is niet leuk met kinderen. Zeg een voor! Het was dit weekend ADE. En vroeger zou ik dan echt letterlijk op, maar ja, 5 dagen lang alle feestjes hebben gepakt. En nu heb ik er letterlijk geen eentje gedaan. Ze heeft weer niks gedaan. En ik denk dat het dieptepunt zeg maar, dat ik me af begon te vragen van, oké, wat voor FOMO voel ik op dit moment, was toen het zaterdagmiddag was, zaterdagavond, sorry, nacht, en boring. We 2 kinderverjaardagen hadden gehad, overdag, en we in bed My Girl lagen te kijken op Omroep Max. Toen dacht ik echt van, what is happening? Please stop hiermee. Please. Is dit een soort van Anna goes from fashion to boring housewife? Want het is ook, zeg maar, ook nergens op gebaseerd. Het is niet dat je nu zelf kinderen hebt gekregen en ze van, oh my god, mijn leven is veranderd. Ik snap deze invalshoek niet. Het is niet boeiend. Het is niet leuk. Of dat ik eigenlijk helemaal niet echt uiteindelijk wil gaan. Maar het idee ervan meer de FOMO veroorzaakt. Want ik moet ook zeggen dat als ik dan nadenk van, dat je daar dan zou zijn. Met de drukte. En ook dat het overdag is. Dus dat is natuurlijk sowieso een hele andere vibe tot max 12. Ja, heb ik daar dan oprecht zin in? Of is meer dat ik denk, oh ja, in mijn hoofd is het heel tof om daar dan te gaan. Oh. Maar ik had ook gewoon mijn familie en dan vind ik familie gewoon belangrijker. Belangrijker, ja, oké. Okay. Die kleintjes die bleven slapen dit weekend, dus ja. Interesseert er helemaal niks. Dat vind ik toch dan iets meer van belang. Ja, dan tuurlijk. Op een feestje staan. Maar it did cross my mind. Ik zweer het je, dat kut Instagram, dat heeft me echt genekt. Omdat ik dus heel af en toe, ik kijk niet heel vaak in het weekend, omdat ik gewoon denk, ik wil mijn telefoon met rust laten. Maar de paar keren dat ik keek, zag ik letterlijk iedereen en zijn moeder genieten op die feest. Of genieten, doen alsof, misschien was het heel leuk, I don't know. Maar, oh! Wat? Sloeg je daar nou even linksaf? Ging je daar iets zeggen wat wij eigenlijk van jou vinden? Probeer eens. Daardoor ga je toch extra voelen van, oh kut, misschien had ik er toch bij moeten zijn. Nee. Dat was eigenlijk wat het was. Tot volgende week. Ze durfde het niet door te zetten. Ze corrigeerde zichzelf snel. Oh, glad ijs, glad ijs. Dankjewel voor het kijken. Ja, nou dat was het alweer. Jongens, heel veel mensen denken wel eens bij mij van, weet je, heb jij echt zo'n hekel aan André Hazes? Nee, echt. Er is niemand die mij zo triggert als deze meid. Echt, het is, ik hekel eigenlijk niemand. Zelfs, nou, misschien, nee, Sarah Soel, ja, die vind ik ook heel irritant. Maar echt, deze staat wel echt bovenaan deze meid. Omdat het is gewoon een next level fakeness waar ik gewoon niet bij kan. Ik heb zelden iemand gezien met zo weinig zelfreflectie. Maar goed, ik hoop niet dat ik weer een e-mail krijg van, dit is van Anna Noosh. Mocht het wel zo zijn, dan zet ik hem op mijn Insta. Dus heel leuk als je me daar wilt volgen. Kom naar Insta, @lifeofyvonne. Voor de laatste juice natuurlijk. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Oh ja, mocht je de naked items nog willen shoppen of iets heel anders natuurlijk op die site, ga dan naar naked.com. Link in de beschrijving. En de kortingscode is Yvonne20 voor 20% korting. Ik ben er denk ik donderdag weer met een nieuwe popcorn show. En dan ga ik natuurlijk weer de laatste juice updates met jullie bespreken. Ik zie je heel graag dan en tot de volgende keer.